Mijn dochter Karin, mijn lieftallige dochter Karin. Nou, vel je flop zat, Ka. Dus lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hey, hallo. Hallo. Hallo, luidjes. Luidjes. Hallo, ja, kijk hier, kijk. Kijk aandacht, gezegd. Ja. Hallo. You should know that I won't leave you. I'll stay beside you. I'm never letting you go. You've been lost and alone in the city. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag maandag 7 augustus 2023 en we leven om 13 uur 21. En Willy is in huis. Hallo. En er is er eentje jarig, ook dat nog, Willy. Jezus. Nee, niet mijn zus. Nee, mijn dochter zus. Karin, mijn lieftallige dochter Karin. Die nou, vel je flop zat, Ka. Dus lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele, vele jaren erbij. En ja, natuurlijk, geniet van deze dag samen met Roderick en je diertjes, etc. Vul hem in zoals jij dat wil en laat niks jou opleggen. Nee, gewoon lekker je gang gaan, lekker doen wat jij gewoon wilt doen. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep-a-diep, hoera! Hiep-a-diep, hoera! Hiep-a-diep, hoera! Goed zo! Elwing die zingt even ook voor je mee. Nou, geweldig, toch? Ja. Goed nou, hoor, hè? Ja. Meisje, heel veel plezier. Ja, dat moest even gedaan worden, lieve vrienden. Dus ja, eventjes zingen voor je dochter of voor je kind in ieder geval. Dat behoort er wel even bij. En wij gaan zo meteen hier aan, aan de slag. Ja, de ene die doet dit, de andere doet dat. Dus, en ik moet vandaag ook boodschappen doen, dus ja. Dat weten jullie ook. En ik hoop dat het knap weer blijft, want ik vind het maar niks. Al die regen. Die wind mag ook van mij weer weg. Ken ik deze ook weer aan, want ik zweef me in huis het naadje. En buiten is het koud, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik heb nog visite gehad. Ja. Van een hele lieve vrouw, Adrie genaamd. Ik kreeg daar een envelop van. En ik zal eventjes de raamfolder pakken. Het is nog niet zo ver hoor. Nee, het is nog niet zo ver. Nou, kijk maar eens even of jullie dat kunnen lezen. Ja, de collecteweek van de KWF. Dat is 3 september tot en met 9 september. Maar 3 september valt op een zondag. En op zondag gaan wij echt niet lopen. Nee. Nee, dat is de dag van onze lieve Heer. Nee, dat doe ik echt niet. Dat is onze rustdag. Dus, dan gaan we op 4 september beginnen. En ik moet even nog kijken tot wanneer 9 september is. Dat weet ik niet eens. Gaan we even koekeloeren. Mega, dat valt op zaterdag. Ja, nou ja, gewoon de hele week lopen. En ja, we zullen het beleven. Ja. Enkel, ja, jullie weten het, ik mag niet filmen bij de deuren voor, hè, want de mensen willen er niet op, dus ik kan jullie niet meenemen. Nee, dat gaat het er niet worden, dat doe je gewoon niet. Respect voor iedereen. Ja, het is hun huis waar ik aanbel. Niemand hoeft dat te weten. Ja, toch? Ik heb natuurlijk weer een snijplank. Ja. Geen bus. Dus QR-code.
Dat is de achterkant, zo moet men het doen. Hoppata, en dat is de voorkant. Dus ja, en dan heb ik maar heel weinig kaartjes. Heel weinig, voor degene die niet thuis zijn. Maar ik heb wel de hele wijk, voor mijn eigen alleen. Plus het uitgaansleven, dus ja. Dat is te weinig, kan er niks aan doen. En dat kaartje gaat er of dat ziel ik in en dat hang ik aan mijn jas. Net zoals deze, weten jullie nog? Ja, dus dat komt wel goed. Voilà. Ja. En ik heb net een klein beginnetje gemaakt. Dat wil niet. Dan ga je dat er weer even uit. Voilà. Zo. Ja, we gaan zo weg. Even dit weer opruimen. Vier uur, zegt hij. Ja, 1 minuut over 4. Ik heb net een beginnetje gemaakt voor een vlog. En daar ga ik straks mee verder. Want deze dame die gaat eerst even naar het kleine kamertje. En daarna gaat ze de jas aandoen. Tenminste, eerst nog een dun jasje. Daarna een dikkere jas, want ik heb het koud. Ik heb het helemaal niet warm. Maar ja, dat is allemaal mijn leggen. Niet dat ik ziek ben of wat dan ook, voel mijn kip lekker. Ja, helemaal goed, helemaal toppie. Maar ik ga boodschappen doen. En deze blijft thuis en mijn mobiel die gaat gewoon mee. Ja, we zien wel waar het schip strandt. Ja toch? Maar ik moet boodschappen doen en ik moet mijn hoofd daarbij houden. Want ik heb heel veel nodig. En ja, we krijgen een logier. Dus dat zien jullie wel. Hoe en wat, dat vertel ik nog niet. Dat is nog een verrassing. Maar in ieder geval, dat komt allemaal goed. Ik zeg nu, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Op wat voor manier dan ook. Vul maar verder in wat jullie willen. Ik ga boodschappen doen en ik zeg tot straks. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn weer thuis. Ik heb al koffie voor me klaarstaan. En de tas met boodschappen naast me. En de logier is, geloof ik, al onderweg. Want die is om 8 uur in Den Helder, 8:20. Dus ja, daar blijf ik van op de hoogte en dan ga ik, als het knap weer blijft zoals nu, want de lucht is blauw. Stralenblauw! Hoe wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Maar kijk, gebakkie en een broodje. Nou ja, ik wacht ook met eten, want hij lust dat ook wel. Dus ja, dan gaan we lekker eten, een broodje. Ja, echt wel. Nou ja, en voor de rest zien we wel. Ja, toch. Ik heb niet zoveel nodig, ga je ook niet. Het is in ieder geval mij. Dan weten jullie dat alvast. Ja, maar wie zeg ik nog niks. Nee, dat gaat even een grote koelkast in. Dat het inderdaad straks aan elkaar valt. En vooral deze. Die moet een beetje hard zijn, anders kan ik ze niet pakken. Zo. Oh ja, en deze heb ik ook. Die gaat ook lekker in de koelkast. Dat vindt ze kouder en lekkerder dan zo. Wacht even, ik kan die wel op gaan bakken zo meteen. Kijk, op een broodje. Helemaal lekker. Moet wel even fatsoenlijk, want ik heb de tijd nog. Nou, zit die. Want dat was ook op hier al. En nog een reserve, enkel die ik normaal heb, die waren op. Dus ja, reserve gaat de brood allemaal in. Ik heb geen brood voor me. De magneetron, die gebruik ik ook als kast, voilà. En dan heb ik nog wat lekkers mee. Ja, als je logier krijgt, moet je toch wat lekkers hebben, hè? En ik heb mijn poezenbeestje ook niet gegeten. Mijn kereltje. Deze twee. En die. En die. Gaan eerst even in de la.
In de bak. En dan heb ik dit keer een klein potje peterselie. Want een grote pot, nou, ik zal jullie laten zien. Deze is dan weliswaar plastic. Deze was toen destijds dat ik hem kocht, 2 nog wat. Je hebt nou nog grotere pot. En die is van glas. En nou, nee, mij te duur. Deze is al 2 nog wat. Kun je nagaan. Het is zo schreeuwend duur. Het is gewoon niet leuk meer. Waar gaan we naartoe met deze wereld? Jeetje Maria. Het is echt bizar. Dikke weg. Voilà. Mag ik even bij, kind? Dan heb ik 2 kaas. Want dat was ook op. Dan heb ik 2 krokante schnitzels. Ik heb 2 cordon bleu. En ik heb 4 varkensbraadworst. Dus ja, lekker. Dat zet ik gewoon in de koelkast. Ik weet niet wat ik nodig heb. Dat wil nou niet. Dat kan er niet bij. Want de tas die staat in de weg, weg. Maar. Dan heb ik ook niet mijn meisjes vergeten. Tweemaal. Oei. Deze gaat de kast in. Blabla. Ja, 2 maal. Oei. Deze gaat hierin. Zo. Ja. Deze de kast in. Hoppata. Niet mijn eigen merk koffie, want die is nog steeds niet. Ik heb nou een duurdere merk. Maar er zit helaas alweer het kikkertje op. Wat we niet willen hebben. Maar ja, we weten allemaal, dood gaan we toch. En als het zo heftig was geweest, dan had ik al dood geweest, denk ik. Maar ja, mijn koffie is op. En dit was nou de goedkoopste, maar even goed duur. Mensen liefhebben. Het is niet leuk meer. Echt niet. Het is niet leuk. Maar ik probeer zoveel mogelijk dingen te kopen waar geen kikkertje op zit. Nee, want dat wil je niet. Ginger ale, 2 maal. Ja, ik kan er niet bij zo. Moet de koelkast even opnieuw inruimen. 2 maal ginger ale, 2 maal die. En 2 flessen wijn. Nou, welke had ik? Ik had die oranje, dan neem ik de rode doek, toch? Of was het nou een andere kleur? Oh, dat heeft ze weggedaan. Oh, oké. Nou ja. Nee, ik had... Ik weet niet meer welke ik had. Ik had kaap. Dit is kaap. Nou, dan moet ik nou deze hebben. Dan zet ik die daar nou neer. Ja, ze moeten trouwens allebei daar neer, want wij moeten niet in de koelkast. Nee, ja. Nee, kind. Nee. Waar is mijn stok? Heb ik hier hangen. Ja. En dan vallen de flesjes om. Boom, boom. Ja. Nou, dan gaan we morgen naar de broccoli. Moet ook nog koken. Die gaat even wat lager staan. Hup. Als jij nou daar even in gaat, zo, en dan kan jij er ook nog bij. Jij zo, dan moet ik... Hoppata. Dat is 1. En mijn ginger gel die was op. Want ik moest toch
met al die flessen van een ander. Mag je wel opdrinken? Nee, ik drink geen koud. Dat is slecht voor een mens. En als je dat niet weet, dan ga je maar googlen. Kom je overal achter. Als je iets niet weet en je wil het weten, ga dan maar googlen. Dan kom je er vanzelf achter. Zo. En dan gaat die daar. Ja. Nou, dat kan ook zo wel weg. Ja, kan weg. Ja, dat kan weg. Zo, moet ik die hebben. Vlees moet hebben. Hoppata, die staat over nu. Wat staat je snel voor? Zo, nee, blijf open. Blijf open, ja, er hangt een taartje, ik weet het. Zo. En nou die nog. Ik ga daar wel even op. Nou, mijn kaars nog. Ja. Oh nee, kaas was niet zo. Rood. Moet nou groen. Maar ja, ik heb er een eten bij, hè? Dus het is niet zo gek. Hoppata. Kita Tovenaar. Wat staat je snavel haar? Ja, ja. Zo. Mijn meisjes. Zo. Dan gaan we weer erbij zitten. Dat ga ik zo meteen bakken. En dat kan zo meteen in de groene container. Ik breng jullie eerst weer naar de kamer. Ja. Want ik moet in de kast wezen. Dan moet ik eventjes natuurlijk wat inruimen. Even de zakken met hondensnoepjes. Die kan daar weer naartoe. Weg jij. Kast open. Voilà. En de zak met snoepjes. Is zo. Hoppada. De katten eten heb ik ook genoeg. Enkel er moet een blikje komen. Kattenvlees. Zo. Kattenvlees. Ach, het is eigenlijk ook hondenvlees dit. Maar ja, ik kan een kat ook opeten hoor. Het is toch helemaal fijn. Jeetje, waarom wil het niet? Zo. Ja, ja. Kanonnen. Mijn koffie. En dan gaan we eventjes rapido verder met de vlog. Zo. Want ja, die staat ook nog in de wacht dat ik daar verder mee kan. Dus dat gaan we ook wel doen. Stok opruimen even. Zo. Hé, mijn pen die ligt op de grond. Zo. Nou, lieve vrienden. Ik ben ook weer heel wat wijzer geworden. Ja. Die man die geschoten had, hij wordt dus inderdaad nog steeds gezocht. Hij is voortvluchtig, maar het is beter voor hem dat hij zich wel aangeeft. Want wat er vorig jaar was gebeurd, daar is hij van vrijgesproken. Dus ja, dan is het een kwestie van zo, hij heeft vorig jaar niks gedaan. Hij kreeg de schuld, maar had niks gedaan. Wat ligt daar nou weer? Wat ben jij toch aan het doen, allemaal? Hoe kom jij daar aan? Oh, 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 papiertjes van een snoepie. Waar haal jij dat vandaan? Ja, oh, dat is denk ik met mijn tas gekomen. Ja, ik denk dat ik het weet, ja. Maar in ieder geval, ik ben een heel wat wijzer geworden. Dus het komt allemaal goed.
Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet van alles en geniet met mij mee. Nou ja, zoals jullie zien, we zijn bij het station aanbeland. Ja, ja. Helemaal geweldig. En ja, de trein is dus al binnen. En daar komt straks iemand uit, mag ik hopen. De meisjes zijn uiteraard mee. Ja. Ik zie nog niks bekend, maar ik sta ook eigenlijk niet goed. Maar daar kan ik ook niks aan doen. We wachten het gewoon gezellig af. Ja. We wachten het gewoon af. Ja, kijk eens wie eraan komt. Oh, dan moet ik gaan zitten, want ja, anders gaat het nog wel later er vandoor. Hallo, luidjes. Luidjes. Hallo, ja, kijk hier, kijk. Kijk aandacht te geven. Ja. Hallo, hallo. Hallo, Jan. Hallo, hallo. Goeie reis gehad, man. Ja, ja, zeker. Mooi. Ja, zeker, alles ging goed, dus. Mooi. Ja, wat is dat? Nou ja, we zullen thuis weer even verder gaan praten vanzelf. En dan komen we wel weer retour. Ja, lieve vrienden, we zijn al lang alweer thuis hoor. Ja, al lang alweer, want we hebben al reeds 2 bakken koffie op en een gebakje, wat ik jullie vanmiddag liet zien. En Jan die zit lekker op zijn telefoon te harnessen. Nou, dat moet allemaal kunnen. En ik heb de televisie aan, een leuke ouderwetse film van welk jaar weet ik niet meer. Het is wel gekleurd, maar het is een western film, dus dat vind ik helemaal leuk. Helemaal geweldig. En daar hebben we, dag Jan. Hi. Je hebt even een telefoon, dus ja. Ja, moet kunnen. Ja. Eventjes lekker niks doen. Gewoon even ieder rust, zijn eigen gang. Even rust erbij komen weer. Ja, daarom. Moet allemaal en kunnen. Een bakje koffie. En is de koffie ook lekker? Ja. Goed zo. Ja, kopje koffie. Kopje koffie glaas voor. Dan komt dan onze kijkers ook kopje koffie lusten. En als hij zijn koffie op hebt, nou, dan zal ik hem even helpen de spullen boven te brengen. Ja. En ja, weet de kamer wel te vinden, ja. Maar dan heeft hij tenminste fatsoenlijk boven allemaal. Voordat het straks laat is en dat je de trap niet meer op kan bonken, banken, binken met 2 zware tassen. Dus ja, dan maar eventjes wat eerder, voordat het 10:00 is. Ja. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later op de avond, uiteraard, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En jullie weten het allemaal, stuk voor stuk. God houdt over ons allemaal de wacht, of niet dan? Zeker, ik ga altijd met je mee. Ja, dus wij zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.